jul, dan was er een beer van de wenkt. Hij was niet zo knap, maar hij had temperament. Hij kon er goed werken, even een sjouw. Maar hij had geen succes bij de vrouwen. Hij had in zijn leven veel kansen gekregen. Het durf nooit te doen, want hij was te verlegen. En als ze mamaske zag gaan op straat, dan kreeg hem de wubbe in de hoogste graad. Was er ten einde raad. Hij dacht bij zijn eigen keer ook nooit van straat. Dat duurde een keer een toverfei. En Jantje was een protégé. Was op een nacht als ze stong ons een bed. Ze zei tegen hem, Jules, na ze de gerit. Ik schenk u weer, dat is toever verloot. Je kunt erop spelen, maar ze maakt geen geluid. Hij speelde een oud en de deur ging al open. Er kwamen de vrouwen al gekropen. Hij kon er wel duizend in zijn kamer verzamelen. Hij was er precies, de rattenvanger van Namelen. Was er een meer van de wenkt. Hij had er van los en men was vriet potent. Maar het aantal vrouwen weer veel te groot. En al tussen ten eerst orgasm veel hem doet. Zij jongens, ze luister, die is naar de moraal. Want er zit nog een les in die triest verhaal. Wil die beval vrouwen gelak als de Jules. Pak ze niet tegelijk of we wekker wel stil.